Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer, vrijdag en vrijdag in de promo. Sokni Kinfara nummer 11. Ik laat hem eerst even goed zien. Bovenwerk, dumper, zijkant, bovenuitzicht, binnenzijde en front. Ja? Oké, begin met het bovenwerk. Engineered mesh nylon. Echt stevig uitgevoerd, geen single layer, geen dun materiaal, nee, iets steviger materiaal, twee lagen. En als je van de bovenkant kijkt, dan zie je eigenlijk een horizontale streep erin zitten als je bovenop de schoen kijkt. Daar zit eigenlijk de ventilatie van de schoen, loopt eigenlijk horizontaal door de schoen in. Dus de wind gaat echt recht door de schoen heen. En dat noemen ze horizontaal, als we de schoen omdraaien, dan zie je het eigenlijk verticaal staan. Maar die strepen lopen eigenlijk recht doorheen. Dat betekent eigenlijk dat de windoppervlak van voren goed geregeld is en de zijkant er mooi langs heen gaat. Echt leuk gemaakt, goed gemaakt en ook echt dat de voorvoet echt mooi omvat is. In het kader van lichtweerschoenen is dit echt wel een subliem schoentje. Geen poespas, echt een laag materiaal van Powerun. Dat betekent dat de Powerun staat hier netjes vermeld. En Powerun is eigenlijk een, wat ze altijd in de Kinfara gehad hebben, is het EVA materiaal. Dat mag je allemaal weer vergeten. Dat is eigenlijk het dempende materiaal. Samengesteld met een TPU, dus twee lagen en ook twee materiaal in elkaar. Zorgt er netjes voor dat dit Powerun is. Dat geeft de schoen eigenlijk comfort en reactiviteit. Oftewel een snel schoentje, een licht schoentje. Die voor je, zoals je eigenlijk ontstaan is voor het natural running. Maar het is het al lang niet meer. Het is echt een volwaardige trainer geworden die ook voor je kilometers. Hij slijt wat sneller, zal ik je zo laten zien wat daar de reden van is. Maar hij geeft wel heel veel natuurlijk gevoel aan je voet. Bovenwerk, ik zal het even goed laten zien. Platte veters. Platte veters zit er eigenlijk in. Geen ronde veters, nee, mooi plat. Ook de vetergaatjes zijn dus geen gaatjes, maar zijn gewoon. Zijn ook plat eigenlijk in gelezen aan de voorkant. En dat betekent dat de eerste gaatjes is allemaal gelezen. Tweede zijn verstevigd. En het is eigenlijk in de vorige versies was dat een flexfilm materiaal wat er omheen zat. En de verandering is eigenlijk dat dit een echt toch wel een leren materiaal is. Dat is iets zwaarder. Maar je kunt hem veel steviger aantrekken. Dus dat geeft de schoen eigenlijk een goede fit om de voet heen. En dat het mooi strak zit. En waarom is dat weer gemaakt, die twee in elkaar, dat het gewoon strak zit? Omdat ze de hielkap wat verstevigd hebben. En dan zie je ook echt dat die hielkap loopt wat langer door weer naar de hak. En ook daarin zit die versteviging. Hier zit die X komt daar weer terug. Maar die zit nu verwerkt eigenlijk in het naar bovenwerk toe dat het stevig is. Om de tong, want dat zullen we laten zien, die zit eigenlijk vast in de schoen. Dus dat betekent eigenlijk dat hij een randje, dat er als een sok om je voet in zit. Kan niet, kan alleen maar zo. Ook de tong is daar weer verbeterd. Hij is wat dikker geworden. Er waren altijd wat klachten dat het wat scherp aanvoelde. En zo ook die heeft van, ja, dan gaan we gewoon weer wat comfortabel maken. Dus als we hier wat meer spanning kunnen brengen, kunnen we die tong ook wat dikker maken. Dat geeft dat weer dat plusje, dat zachte gevoel. Oftewel, ja, de schoen is eigenlijk weer geüpdate naar een volwaardige trainer, snelle trainer. Je kunt je duurlopen er goed mee doen, je snellere trainingen, baantrainingen. Of gewoon eventueel voor iemand die een rustig duurlopen wil doen. Maar ik zeg er gelijk bij, let op, hij heeft 4 mm stek. Dat betekent eigenlijk dat de hakhoogteverschil tussen de hak en de voorvoet maar 4 mm is. En dat betekent dat hij wat vlakker is. De meeste mensen vinden dat wat spannender. Als je wat sneller doorloopt, is dat juist heel fijn. Er zijn er heel veel veranderingen eigenlijk. En dat laat ik nog één keer zien, want dan gaan we even terug naar de demper, of de schoen, naar de zool. Dat betekent eigenlijk dat die, door dat natuurlijke gevoel, zijn er weinig echte rubbers toegepast die echt de schoen zwaarder maken. Dit is alleen bij de hiel, iets verder naar voren, de crashpad is eigenlijk uitgevoerd naar 3 stukken. En bij de teen, de offset, dat is een harde rubbers. Over het algemeen is het altijd XT900 materiaal en dat staat er nu even niet op. Verwacht eerlijk gezegd dat het wel is, dat het XT900 is. En dat zorgt ervoor dat bij de landing goed is. En bij de afzet is hij net wat zachter. Hij slijt dus wat sneller. En dat betekent ook dat de schoen eigenlijk wat iets minder kilometers heeft. Maar het zijn wel fantastische, comfortabele schoenen. Speciale kleur. Die hebben wij wel weer gekozen. Omdat het eigenlijk een kleur is die er echt, dus de heren dan, er goed uitspringt. En we vinden hem echt super tof. En ook voelt onwijs goed aan de voet. En hij rijdt ook lekker. Oké, ik laat me één keer zien, dan ga ik straks over
naar de dameschoen. Zal ik er even bij pakken. Dit is dus de damesversie. Hebben we goed zin? Kleur. Alle specificaties zijn exact hetzelfde, dus mooi. Ja, vinden we ook mooi. Laten we even bij elkaar zien. Dames en heren, Kim Farah, 11, hij is er. Ik zou zeggen, kom langs, kom passen. Er zijn nog veel meer schoenen. Altijd leuke aanbiedingen bij. Kom kijken, kom passen. Dat was het meer voor vandaag. Tot de volgende keer. Hoi.